Die tolle Woche is begonnen. Het is een samenwerkingsweek tussen de stad Enschede en de Duitse steden aan de grens. De komende week zijn er allerlei activiteiten. Vandaag was de eerste, een fietstocht tussen Gronau en Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen fietste natuurlijk mee. Enschede, maar ook eigenlijk wel Twente, ligt als je het in Nederland bekijkt vrij geïsoleerd. Natuurlijk is samenwerking met het westen des lands heel belangrijk. Maar veel meer mogelijkheden liggen gewoon aan de Duitse kant van de grens. Als je kijkt naar Münster, grote stad met meer dan 330.000 inwoners, een universiteit. Als je kijkt naar de bedrijvigheid in de grensstreek. Daarom is samenwerking voor ons heel belangrijk. Omdat wij, als je naar een gemiddelde Nederlandse stad kijkt, dan kun je een cirkel omheen trekken. Wat de school gaan betreft, wat werken, wat vrije tijd en dergelijke betreft. En als je in de grens woont, heb je maar een halve cirkel. En wij willen die cirkel helemaal rond gaan maken. Iedere dag komen er bijvoorbeeld vanuit Duitsland 4000 mensen naar Enschede om daar te werken. En met de Tolle Woche is het idee, we laten zien hoe grensoverschrijdend samenwerken Nederland-Duitsland het beste kan. En eigenlijk krijg je er een heel leven en een heel land bij wanneer je echt een beetje mixt en mengt. Als je kijkt van vroeger, was het altijd de grens. En dan meer was er niet. Ik ken ook veel mensen die iedere zaterdag naar Enschede rijden, op de markt of zo. Maar veel meer contact is er niet. Maar dat vind ik, die idee hier, dat heel goed is dat mensen meer in contact treden. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste.